Het is 7:30. We hebben op het Polenplein nog altijd alles onder controle. Hallo, dat is een klasmeis. Mag ik even iets vragen? Ja. Het is voor de jeugdraad. Aan iedereen. Staan jullie hier elke dag op het Polenplein? Ja. Ja. En wat vinden jullie zo leuk aan het Polenplein? Bommetjes! Dat is zo wat gedacht. Ja, dat is wat mijn maat van een andere school. Ja. En moeten jullie hier staan? Ja. Nee. Ja? Nee. Dat is onze plek. Maar dat moet niet, maar wij wel. Zijn jullie zeker dat dat niet moet? Ja. Want vorig jaar moest dat toch wel? Nee. Nee. Maar goed, de politie deed toch een, dat was toch een verzamelplaats voor de jeugd? Ah ja, 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 dat moet. Ja, wel, ik moet zeggen, er is van in het begin eigenlijk een kleine misvatting geweest. Het is nooit de bedoeling geweest dat wij alle jongeren die 's morgens voor school samenkomen, dat wij die allemaal naar dat Polenplein willen richten. Ja. En zou je het bijvoorbeeld leuker vinden dat al die jonge gasten van Roeselare, voordat ze naar school gaan, daar op de botermat verzamelen? Ik weet niet. Wat was het opzet? Er zijn een aantal jongeren die samenkomen op de Grote Markt, er zijn een aantal jongeren die op andere plaatsen samenkomen en er zijn ook een groot aantal jongeren die op het Polenplein samenkomen. En wij zouden graag een keer weten waarom dat jullie op het Polenplein staan. Omdat onze school daar is. Aanwezig. Dus eigenlijk de bedoeling van het Polenplein was om de jongeren die normaal al op het Polenplein samenkomen, om die ook een vrije ruimte te geven waar dat ze kunnen samenkomen. Net zoals dat er op de Grote Markt vrije ruimtes, net zoals dat er aan de Sint-Michielskerk een aantal ruimtes zijn waar dat ze kunnen samenkomen. Waarom staan jullie niet op het Polenplein? Omdat we ons dan afspreken. Je had op de botermarkt? Oh ja, op de botermarkt onder andere ook, maar dus ook op de Grote Markt en op andere plaatsen. Dat was eigenlijk de bedoeling. Niet de bedoeling om alle jongeren naar het Polenplein te laten komen. Er zijn hier nog veel polities rond. Nee, maar zo was het. De vorige keer met die was het met die jongen. En heb je nog zo veel mensen uit de buurt die zeggen dat je moet rusten? Ja, ja. Wat voor de ene een verzamelplaats is, zal voor de andere een plaats van ergernis zijn. Dat is altijd zo. Ik kan heel goed begrijpen dat iemand die bijvoorbeeld in een appartementsgebouw woont aan de Grote Markt, en als daar iedere morgen groepjes jongeren staan op het ogenblik dat iemand daar binnen of buiten moet gaan in zijn appartement, dat die meneer of die mevrouw dat hinderlijk gaat vinden. Soms durft het al eens gebeuren dat die mensen dan een opmerking maken en dat de jongeren dan mondig, zoals ze vandaag zijn, gemakkelijker gaan antwoorden. Ja, zijn baas is nu heel te duur. Hij heeft toen een cel gepakt. Hij zit toen nog een hiet erachter. En toen heeft ze de flink gebeld om dat ze blijven reclameren. En toen is ze voor het rest omdat ze zo'n last aan baan is. Ja. Je moet oppassen met overlast. Er is inderdaad hinder. Er is altijd, ja, van als dat er groepjes samenstaan, is er hinder. Maar wordt die hinder overlast? In een aantal gevallen wel, in de meeste gevallen niet. Dus wij proberen om daar, wanneer dat wij voelen, door bijvoorbeeld meldingen, ook door onze mensen die af en toe te voet patrouilleren in de stad, als wij zien dat er op een bepaalde plaats inderdaad ofwel hinder is, of hinder zou kunnen ontstaan, dan gaan we daar onze mensen naartoe richten en gaan we zeggen tegen onze politiemensen, kijk, ga eens naar die jongeren, vraag dat ze wat ruimte maken. We proberen dat altijd op een doenbare manier te organiseren, zodanig dat de jongeren eigenlijk niet aanvoelen dat ze geviseerd worden. En vind je dat hier gezellig? Heel waarschijnlijk wel, met je vrienden. Passeert er veel politiemannen die controleren? Ja, dat is juist dit jaar passeert. Ja, met die bommetjes gisteren. Ja. Kleine kinders. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Het was al dat we zijn. Zou het toffer zijn als er weer animatie zijn of iets dergelijks? Of iets om te doen, bijvoorbeeld muziek of dingen? Ja, dat is wel tof. En heb je zelf concreet een voorstel of daar heb je niet aan nagedacht? Die oplossing wordt al geboden bijvoorbeeld in het kader van de 100 aanvijf. Daar wordt er echt georganiseerd, gezorgd dat de jongeren op bepaalde plaatsen kunnen verzamelen. In de einde examenperiode bijvoorbeeld ook. Wordt er op de botermarkt gezorgd dat er een ruimte is om fietsen te plaatsen. Wordt er in de middenstraat de beide kanten van de straat afgesloten, zodanig dat men heel de straat kan gebruiken om te vuiven. Dus die
Mogelijkheden worden al geboden op speciale gelegenheden. Om dat nu te gaan systematiseren en iedere dag opnieuw te gaan doen, ik denk dat je moet oppassen, men wordt gemakkelijk verzadigd. Als je iedere morgen muziek gaat spelen op de markt, dan ga je na een tijdje zien dat de jongeren er zich eigenlijk niet meer gaan voor interesseren. En zou je het leuk vinden als er iets te doen zou zijn, zo op door of na school? Nee, vind je lastig. Die dag niet. Vind je lastig hier. Ik denk ook niet dat de jongeren een vragende partij zijn om iedere dag naar muziek te gaan luisteren. Om iedere dag een act te krijgen. Ik denk dat in hetgeen wat ik nu zie, wat ik nu ervaar, dat de jongeren inderdaad, als je ze een natuurlijke verzamelplaats laat behouden, waar dat ze gewoon een keer gezellig kunnen zitten babbelen, waar dat ze elkaar een keer kunnen duvelen, een keer kunnen, ja, er gebeurt daar van alles. Je hebt vreemde koppeltjes, je hebt van alles in op die verzamelplaatsen. Maar als je dat een klein beetje georganiseerd kan laten verlopen, zodanig dat de jongeren eigenlijk niet echt aanvoelen dat ze gecontroleerd worden, dat ze in een keurslijf gestoken worden, want daar moet je altijd niet op letten. Jongeren in een keurslijf steken gaat automatisch ervoor zorgen dat ze uit de band willen brengen. En dat is logisch, dat is eigen aan de jeugd. Dat is eigen aan de jeugd. Je kan dat niet wegtrekken. Dus als je dat kan organiseren, dat de jongeren zich toch vrij voelen op de plaats waar dat ze kunnen samenkomen, zonder dat dat voor problemen of voor overmatige problemen zorgt, denk ik dat we eigenlijk op de goede weg zijn. Oké, dank u wel. Voilà. Ja. Graag gedaan. Ja, oké. Wie is kent, hè? Nee. Wachten op iemand. En staan jullie al? Waarom staan jullie hier en niet op? Goed. We hebben eens een vraagje. Waarom zou... En ze waren er aan het smijten met bommetjes en nu mevrouw. De botermarkt. Ja, gewoon. En vet. En vet, dat hier makkelijk is en dat ze allemaal naar hier komen.